Hevige noordwesterstormen hebben de scheepvaart langs de kust van Europa in ernstige moeilijkheden gebracht. Een van de slachtoffers was het Panamese schip Faustus, dat bij de pieren van Hoek van Holland aan de grond liep. De hoge zeeën brachten dit schip in een dusdanige positie dat de kapitein na 12 uur besloot hulp van een reddingboot in te roepen. President Jan Lels verliet daarop de haven om de bemanning uit zijn hachelijke positie te verlossen. Met de reddingboot ging onze cameraman Peter Kaart mee naar buiten om de redding van de schipbreukelingen te verfilmen. Door een wild schuimende branding worstelde de kleine boot naar het hulpeloze schip. De reddingboot voer met een grote boog om de Faustus heen en de schipper slaagde erin door handig manoeuvreren in de luwte van het vrachtschip te komen waar de zee betrekkelijk rustig was. De 26-koppige bemanning kon daar vrij gemakkelijk in de reddingboot overstappen. De Panamees maakte zware slagzij en deskundigen waren van mening dat het zwaar geladen schip dat steeds meer water binnenkreeg wel spoedig zou zinken. Kapitein Palayo Krazas wierp een laatste blik op het schip waarover hij het commando had gevoerd en dat nu aan de elementen was prijsgegeven. De president Jan Lels voer terug naar de haven van Hoek van Holland waar de schipbreukelingen onder grote belangstelling veilig aan land werden gezet. Het waren allen Grieken, voor wie hiermee op gelukkige wijze een einde was gekomen aan een hachelijk avontuur. Het einde van de Faustus was echter nog niet gekomen. De zee bewees opnieuw haar geweldige kracht. Zij nam het schip op en dreef het op het Noorderhoofd, waarin een groot gat geslagen werd. Binnen de havenhoofden, in de mond van de nieuwe waterweg, zonk het schip tenslotte 's avonds laat naar de diepte. De volgende morgen was duidelijk te zien welke krachten hier aan het werk geweest waren. Faustus had een gat van ongeveer 30 meter in de stenen barricade geslagen. Maar veel erger was dat het scheepvaartverkeer werd lamgelegd, doordat men de juiste plaats van het schip niet direct kon vaststellen en men geen risico's wilde nemen. Talloze schepen wierpen in afwachting van nadere berichten buitengaats het anker uit. Vanuit de lucht filmden wij onder meer de Maasdam van de Holland-Amerika-lijn, die later naar Vlissingen gedirigeerd werd. Ook het vlaggenschip van deze maatschappij, de Nieuw-Amsterdam, kon Rotterdam niet bereiken. Het zocht de haven van Amsterdam op, voor het eerst in zijn bestaan. En het was het grootste schip dat ooit in de haven van de hoofdstad binnenkwam. Na 24 uur was men erin geslaagd het wrak met boeien af te bakken. Toen konden lichte schepen de nieuwe waterweg weer voorzichtig in- en uitvaren. Maar grotere, zoals olietankers en passagiersschepen, moesten andere havens opzoeken. De schipbreuk van de Faustus betekende voor Rotterdam een ernstige schadepost. Gelukkig echter niet zo zwaar als de eerste berichten deden vermoeden, want tussen de Faustus en het Noorderhoofd door kan het merendeel der schepen de Maasstad nu weer bereiken. Het wrak zal niettemin zo snel mogelijk worden opgeruimd.